Mensen, daar ben ik weer in het tweede deel van ons kleine horroravontuurtje. We waren bij de put en daar moesten we het water uithalen. Het gebeurt weer. Ik wil erin, ik wil niet. Help me. Ik ben bang. 5. We moeten nog 5 dingen doen. Wat moesten we nu ook weer doen? Oh ja, we gingen naar de winkel. Oh, dit is wat chill. Om een aansteker te pakken. Ja, meteen weer door te rennen. Naar de tavern. En daar gaan we dan de open haard aansteken. De White Rose. Wat hoor ik daar? Klinkt niet zo fijn. We kunnen de kelder in of we kunnen naar boven. We gaan eerst van naar boven. Greenhouse. Mother got angry with me today. She was using her brewing stand again and ordered me to leave the house. I'm staying here until I feel safe again. I've seen strangers use that brewing stand as part of the ritual. They take and place bottles. I'm getting scared and really miss my home now. Gewoon niet zo op de deur, dan komt het allemaal goed. En dan uitzoomen. Niks gebeurd. Hallo meneer. Jee! Dat is ongeveer de grote rol. Ik heb niks gedaan. Snel weg voordat de hotel-eigenaar eraan komt en ons aanklaagt. Rennen! Die brewing stand had ik als goed zo een keer gezien. Maar ja. De Granotite Best Bitter Centurion Reserve Ale. De Old Man's Flat. Sorry mensen. Dat iets was in de keel. Ik voelde me helemaal niet lekker. Ja. Daar gaan we dan hoor. Ik hoor de muziek weer wat meer. Dit is echt gewoon super eng. Ja, oké. Wat was dat? Hoorden jullie dat? Ik hoor de explosie. Mensen die liepen. Dit is. Ik weet niet hoe jullie dit vinden, maar ik vind het echt ontzettend eng. Als het goed is, was die brewing stand hier ergens. Let's get this over with. Dan gaan we weer hoor. Gewoon naar de ding staan. Over. Als het goed is, staat de klok nu op 3. Ja, 3. Maar wat nu? Ik weet niet meer wat we moeten doen, joh. Ik denk dat ik wel iets weet. Ik denk dat we de kerk in moeten. Nou, niet de kerk. Niet de kerk in, maar... Dit is niet per se de kerk als het goed is. Dit is iets anders. De music disc. Die moesten we afspelen. Ik schrok me dood, ik hoorde muziek, maar het is gewoon de ijskerman die rondrijdt. Wat? Oh man. Dat was even naar. Maar ja. Ja, die music disc moesten we ergens afspelen. Volgens mij was dat dit blauwe huis. Daar hadden we de redstone gesloopt en zulke dingen. Oké, daar gaan we dan. Dit? Waarom precies deze muziek plaats? Ik heb echt zo'n hekel aan dit ding.
is het over. 2. Nou, we hebben het goed gedaan. Tenminste, ik denk dat dat was wat we moesten doen. Oh, trouwens. Dit hadden we ook gedaan. Oh nee, de cake was al weg. Ja, klopt. Dat was ik even vergeten. Wat moeten we nu doen? We hebben nog 2 dingetjes te gaan. Maar ik weet niet wat. Tja. Er zat volgens mij ook niks meer in de boeken. Tavern. Dit was dat met de muziek. The Well. Dat hebben we hier al gelezen. Ja. Tja, wat nu? Dit is een beetje vreemd, want ik weet niet meer precies wat ik nu allemaal moet doen, joh. Dit is niks. Er was nog iets met een met een cauldron achterin een huis. Ik weet alleen niet precies waar. Was dat hier? Blijkbaar niet. Wat staat daarop? Beware, your neck is exposed. Oh mijn god. Dat is eng. Kijk uit, iedereen kan je nek zien. Je nek is blootgesteld. Dit is gewoon eng. Ik ben echt een bange jongen. Hey, een chest. Een gasteer. Nog een gasteer. Nog een kistje. Gasteer. Wat moeten we nu doen, joh? Wat is het ook weer? The General Store. De winkel. Die hier had wel wat gedaan, hè? Ja. De pumpkin. Ik denk dat we dan toch die cauldron moeten zoeken achter in iemands huis. Misschien was het hier. Het roze huis. Maar als het goed is, heb je iets te doen in elk huisje. Tenminste, dat denk ik. Dus dan moesten we hier ook wel iets hebben. Maar of misschien hadden we hier al wat gedaan. Dat zou ook kunnen. Nee. Ik denk dat we hier alles al hebben gedaan. Een oven. Misschien moeten we het met de oven doen. Wat zou er gebeuren? Ja. Die deur ging opeens dicht. Oh, ik ben gewoon bang. Het was maar een gokje dat iets met de oven moest doen, maar blijkbaar was het echt zo. En nu weten we wat we te doen staan. Nog één ding. En dat is de cauldron. We moeten hem vinden en dan moeten we, denk ik, vullen met water of zoiets. Dus laten we dan maar proberen ons kleine avontuurtje te beëindigen. Waar is de cauldron? We moeten hem vinden. Oh nee, wacht, dus het avontuur nog niet is geëindigd. Dan komen we natuurlijk nog uit bij de kerk zelf. Waar al die strangers en zo zitten. Oh. Waarom heb ik nou deze map uitgekozen? Waarom konden we niet gewoon iets anders spelen, zoals de dropper? Oh ja. Dat is ook een beetje mijn eigen schuld. Ik heb de map natuurlijk uitgekozen. Daar is Slenderman weer. Dit was niks. Misschien hier. Cauldron. Ergens. Tenminste, dat was wat ik dacht dat we moesten doen. Misschien moet ik zo meteen de boekjes nog even doorlezen.
van. Slopen ermee. Ik wil het niet meer. Tja. Daar is de ijskerman weer hoor. Ga weg! Komt hij terug hoor als ik zeg ga weg? Hier ben ik volgens mij nog niet geweest. Ik dacht dat ik al huisjes al had joh. Al had gehad. Mr. Apple. He lives in the pink house. He's usually a calm man, but he gets very annoyed whenever he isn't near his furnace. I think. Oh, ja, dit is. Hier hadden we de coolness voor nodig. Alleen dit hadden we te laat gevonden. Dus, ja. Yeah. Upsie flupsie. Hier konden we dus vinden die kool en het boek dat we dat in het fornuis moesten stoppen en zo. Biefstuk. Dankjewel. Oh ja, we hadden nog iets gekregen. Ja, deze. Who the fuck here? One of the strangers came to our house today. I hope they are not getting suspicious of us. Katie said that we should just carry on as normal, so we don't raise suspicionness. But it's so scary seeing that tall hooded figure in our house. Dit is dus een man met een lange hoed op en zo. In het huis. Nou weet je wat, ik doe even al deze dingen weg. Daar hebben we nu denk ik nog niks aan. Want we weten nu wat we moeten doen. Alleen. Tja. Ik vind het maar een eng verhaal. Oké. Zou in dit huisje de cauldron zijn? Nee, ook niet. Ik vind het maar lastig. We moeten het toch gewoon een keertje vinden. Dit is het laatste huis. Ja, referent. Daar is het. Het laatste dingetje. Daar gaan we dan. Wat? Was dit niet de bedoeling? Hallo? Oh ja, dit moesten we erin gooien. Achter ons of zo. En dat betekent dat de kerk op nul staat. Moeten we nu gewoon naar binnen of zo? Oh wauw. Dit is gewoon een. Oh. Dat is gewoon lekker. Wat is dit? Saw your status chamber. Wat is dit? Dit is denk ik een puzzel. Die is groen. Die is groen. Oh, ik denk dat we gewoon alle knoppen moeten doen. Ja, Vigo de puzzelkoning. Evelyn Price, Mrs. Miggins, Mr. Dit zijn alle bewoners van het dorp. Het zijn eieren. Wat is hier aan de hand, joh? Katie, dit zijn de kinderen. We zijn te laat. De strangers hebben we gevonden. Wat is dit, jongen? Laten we het maar gaan lezen. Want ik denk dat we te laat zijn geweest. If you find this, know that the children are safe. Oh, de kinderen zijn veilig. I managed to deactivate them before they caused any more troubles. Ze hebben de kinderen gedeactiveerd. Maar wie is ze? It is disappointing that this experiment had to fail. The life forms I had created were wonderful at first, but the intelligence of the children had started to become too human. Zijn dat kinderen dan wel kinderen? Want ze worden te mannelijk, te menselijk. Ik denk dat de kinderen geen kinderen waren. That's when I put my drones to work. I had them charge up the 9 control mechanics each night so they finally
so that finally I was able to command the lifeforms back to the status chamber and deactivate them all. I know that the children had managed to get a letter out of the village, and I presume that you are the receiver of the letter. Dus al die mannen waren gewoon drones die 9 dingen deden op een nacht, zodat de robotkinderen weer uitgeschakeld werden? Ik vind het vreemd. So now this, my master will not take kindly to this failure, or other knowing of this experiment, but others must know of this. I feel the poison affecting my body and know my time is short, so I leave it to you to finish this. Place the lever on the gold block and use the bow to destroy the chamber energy cord. Kinderen waren geen kinderen. De kinderen waren dus gewoon robots. Oh wauw, dit is veel om te verwerken. We hebben alles gedaan om gewoon... We hebben een open haard aangestoken. We hebben iemand met een pompoengezicht vermoord. Alleen maar... om ingevroren kinderen te vinden. Dit is een beetje... Dit is... Ja, ik weet niet wat ik van moet vinden. Laten we maar de powercore kapot gaan schieten. Is dat hem? Ik denk het. Pak je boog en... The end. Vraagteken. Finally, free at last. And all because of you, Virive. Haha. Thank you, Playmint. Thank you for playing with me. Sub to Plat on YouTube and encouraging to make more maps. Dit is gaaf gedaan. We hebben gewonnen. Alleen, ook al hebben we de map nu uitgespeeld, stond die end vraagteken. Dat betekent dat we nog lang niet klaar zijn, denk ik. Ik weet dat er een vervolg van de map is, genoemd Chronotide. Ik denk dat we die hierna maar moeten gaan spelen. Of we kunnen ook niet van hier uit. Nou, wat er in de chat stond was dus... Finally, free at last, and all because of you, Virive, hahaha. Ik denk dat er iets aan de hand is. We hebben iemand bevrijd. En die is heel erg blij mee, dus... Misschien hebben we een seriemoordenaar die kinderen invriest en eieren vrijgemaakt. Ik weet het niet, maar... Ja... Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze serie van echt maar 2 afleveringen. Ik vond het zelf hartstikke leuk om te spelen en ik hoop dat jullie dat ook vonden. Laat een like achter als jullie het een geslaagde map vonden. Laat weten wat jullie zelf van de map vonden en dan zie ik jullie de volgende keer weer terug.